Hey kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en ik ben hier vandaag terug samen met Joran voor meer Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij de final touches aan het NPC village doen. En waarom kan ik niet in de modder talking deur? Oké. En ja, we hebben al een beetje wat aangepast. We hebben dit verhoogd. Dus kun je wel zien, want wel dit staat lager. Zodat de mensen nu fatsoenlijk in en uit hun huisjes kunnen. Dus ja. Even kijken, maar goed. Ik ben ondertussen voor Ronald op de achtergrond bezig geweest met een beetje het agrarische sector, zoals Joran normaal altijd doet. Yes. Vind ik ook het leukste in heel Minecraft. Dus waarom zitten die villagers nou ruzie te maken dan? Dude, leuk, wil je hier alsjeblieft even weggaan? Gewoon even opdonderen. Je hebt soms toch ook wel eens ruzie met je vrienden? Lucas. Zo, nou nu kan hij hier fatsoenlijk in het huis. Ze mogen het dan misschien uitzien als Squidwards, maar het zijn ook mensen. Ja, lekker hoog huis dit. Kijk Joran, hij heeft hier een trapje, kijk. Waar zou ik een cactus farm maken? I don't know. Kijk, nu kan hier tenminste in. Good guy Ronald. Het Star Wars Mosquito Defense System. Zo. Even de final touches aan het NPC village. Oké, hier moeten stairs. Waar ik niet genoeg van heb, geweldig. Waarom is dit nou weer dicht dan? Wat is dat nou weer voor onzin Minecraft? Zo doen wij dat hier niet, oké. Hier, dit is ook gewoon dicht. Mag wel een farm zijn, maar dan hoeft er nog niet echt zo'n deur onder te zitten. Kijk, ik maak er wel mooi zand van. Maar goed, ik denk dat dit vandaag de laatste episode is dat wij echt wat gaan doen aan het NPC village. En ik denk ook de laatste dat ik erin zit, weet ik veel. Nou, misschien, I don't know. Want het is wel gewoon als speel Minecraft daar dus. Maar dat maakt niet uit, er zijn altijd gasten af en toe. Ja, oké. Village is nog niet echt klaar, want hier moet nog gewoon in principe van alles gebeuren. Er moet nog een Iron Golem, dus... Maar ik denk dat we vandaag gewoon het laatste eraan gaan werken. Joran die gaat zich bezighouden met melon farms en pumpkin farms, dat soort shit. Ja, ik ben heel veel aan het rondkijken waar ik nu de farms het beste kan maken. Maar dat ga ik doen zodra het weer dag is. Want dan kan ik al een beetje overheen kijken. Wat makkelijk zonder heel de tijd bang te zijn dat ik monsters of wat ik nog tegenkom. Oh god, ik moet een sandstone maken. Derpface. Wacht, zou ik anders van het hutje tegenover de jouwe ook een huisje maken? Waar ik dan in kan... Ja, dat is goed. Dan noem je dat Joran's Mansion. Mansion nog wel. Ja, sure. Doe ik heel... Ga ik heel veel. Het is toch ook een mansion, of niet? Nou, dan ben ik level 10. Jee. Ik weet niet, je flap staat. Ja? Heb je nog een plek? Lolcats. Duits. Hashtag straks, ik ben aan het opnemen. Hashtag personal shit. Ja, nou ja, wat maakt het uit? Personal life. Ja, heb jij die niet dan? Nee. Nee, natuurlijk wel. Wat zeg hem. Ben je dan nu? Je ergens helemaal geen reetje. Je bent genoeg, verdomme. En dan hang je zo op zo. Dat zou best wel zielig zijn, weet je. I know. Heb jij nog wol? Wat? Wol. Wol? Nee, ik heb geen wol. Hoe ben je dan naar jouw bed gekomen? String. Ah. Toekie, is je niet om? Wat? Niks. Dat dacht ik, meneer. Kijk, hier kunnen we eventueel nog eens een keer iets van een grot maken ofzo. Ja. Zo'n furnace. Oh ja, ik moet twee deurknoppen hebben. Hier kunnen we nog iets van een future project maken, eventueel. Hierzo, dan kunnen we naar boven gaan of iets. Oh mijn god, er is nog iets daarboven. Moet ik de trap naartoe bouwen, oké. Er is hier gewoon nog een huis. Nou. Hoe gaan we dit doen, in godsnaam? Nou, zo denk ik.
En zo. Met de trap. Zelfs dan willen we dat niet. Dan is er nog die stijl. Wacht, dan doe het gewoon anders. Dan doe het gewoon zo. Sandstone. Oké. Die gravel weghalen. Sandstone plaatsen. En dan even pad maken, denk ik. Want de zooi moet nog wel... Jee, kijk, de villagers die gaan hier naar boven toe. Leuk. Zo, deze hier. Weer wat iron blocks craften. Voor Ronald. Oh, nee, dat is niet de kist. De kist. De kist. Tam, tam, tam. Oké, zo, dat wil prima. Zo was dit dan, denk ik. Ik heb geen pickaxe meer, verdorie. Kan ik dit helemaal weg gaan menen met de hand? Zo, oké, wel een leuke trap hier. Zo, dan kun je naar boven en dan alles, oké. Wel, hier is nog een pad hierboven. Dan kunnen we beter weg menen. Alleen heb ik dat moment niet de zooi voor. Dus naar beneden toe, trap, hup, au, au, pijn, pijn. Nou, trap maken. Of pickaxe maken, jezus. Is je daar sugar reed? Heb jij die daar geplaatst, die sugar reed? Waarschijnlijk wel, ja. Een beetje een onlogische plek, ver van jou. Ja, ik heb het gewoon even snel. Het moest snel, omdat ik misschien iets van een paper slash sugar farm had, moest maken of zo. Zoiets in die geest. Nou, ik haal het nu weg en ik plaats het voor het... Ja, ik vind het helemaal prima, jongen. Maak maar gewoon lekkere vormpjes en alles. Ik werk wel verder. Moet ik zo even gaan opzoeken, want het is een manier om de meest efficiënte farm te maken. Moet ik even nadenken hoe je dat doet. Melon farm en pumpkin farm. Dat is weer van de soy. Je kent toch wel Asterix en Obelix, hè? Ja. Ja, ik heb alle films op DVD. Cool. Ja, I know, right? Het is gewoon epic. Nou, ze honey badger, don't give a shit. What the fuck, honey badger? Moet je mijn keer gewoon opzoeken. Wil ik dat? Ja. Is het hier iets van Ivo? Nee, het is niet van Ivo. Dan is het goed. Ik ken het van Tobias. Oh my god. Nou, volgens mij is het NPC-verlies er praktisch wel op. Ja, lekker veel torches, alles is opgelicht. Zo, misschien gaan we nog in de toekomst wat meer huizen erbij bouwen. We gaan nog wel een keer glowstone palen doen, maar voorlopig werkt dit wel prima. We gaan nog wel een keer ruilen en alles, maar ik wil gewoon graag terug naar huis. Want, ja. Nou ja, we kunnen eventueel even een pumpkin farm maken. Dan doe ik dat gewoon als in weed farm. Dan plaats ik daar gewoon pumpkins en melons in. Hebben we dat al eigenlijk? Oh ja, die zitten in de chest bij jou. Oh wacht, ik moet dit nog doen hier. Lolcats. Heb ik nog meer hier? Hond, even hierheen. Hond, kom! Oké. Okay. Bloep. Want het is zoiets van nope. Nope. Heb je nog zand? Ik niet. Ik heb zoveel zandstone. Ik wil zand gaan menen. Waarom moet ik nou weer zand gaan menen? What a why, dude. Daar heb ik helemaal geen zin in. Zand gaan menen. Alsof ik nou niks. Alsof ik gewoon ook niks beters te doen heb. Zo van, nee. Ronald gaat lekker zand menen. Ja, geen gemaakt, Ronald. Zo dek Minecraft gewoon. Ach ja. Ik ga de kust wat uitbreiden. Oké. Okay. Ronald, hoe wil je dat je huisje heet? Ronald's Mansion en die andere wordt Jorans Mansion.
Zo, hiermee moet ik wel denk ik iets van 2 stacks met zand krijgen. Ik heb thuis nog wel 2 stacks, maar dat heb ik thuis gewoon allemaal nodig voor projecten. Want ik ga denk ik wel binnenkort beginnen met Project Nether, want in principe is hier klaar. Want wel, ik wil wel wat ruilen en zo, maar dan moet ik eerst allemaal kip en zo gaan vangen. Daar heb ik op dit moment allemaal geen zin in. Nee, misschien straks wel. Ik weet niet. Ik wil gewoon wat simpele dingen gaan ruilen eventueel. Dus bijvoorbeeld gewoon emeralds voor weet ik veel. 15 wol voor een emerald, vraagt een van deze villagers. Een andere die doet 10. Als je een 10 gravel plus een emerald geeft, geeft hij jou 5 flint. Dat soort deals moeten we hebben, want we hebben echt... Emerald voor brood. We hebben gewoon die ruilzooi hebben we gewoon nodig. Cooked fish voor emeralds. 15 raw chicken voor een emerald. Je hebt hier een shitload aan die dudes, dus... Ja, oké. Okay. Waarschijnlijk ja, komen dit, zien we verder. 19 wol voor... Dat... Hey, ik ben zo terug. Knip! En we zijn weer terug, maar eens even wat rare shit aan de hand. Goed. Ronald, heb jij strings? Of ik strings heb? Waarschijnlijk wel. Niet bij de hand, want ik heb die strings laten liggen. Kutzooi. Dat is niet slim. Hier zijn wij naar boven gegaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Wel. Moeten we niet iets van een sugarcane farm en zo? Een melon farm? We hebben een sugarcane farm hoor. Ja, we hebben toch ook een melon farm nodig, of niet? Ja. Daar was ik dus nog heel veel mee bezig, gewoon een beetje een plekje. Zo maak ik wel even. Ik heb trouwens even één vraag. Ja? Hoe wil je bij dit hutje hier komen? Welk hutje? Er is eentje, heel erg ver boven. Holy shit. Daar moeten we wel wat mee doen. Kun jij hiermee iets mee doen met het trapsysteem hier zo? Jawel, maar daar heb ik wel heel wat van. Ja, we hebben heel veel, Jor. Dan ga ik even die melanform maken. Ik kan hem op 2 manieren gaan doen. Ik weet niet wat het beste is. Ik kan hem zo recht vanaf daar laten komen. Dan hoop ik dat we gewoon even een pumpkin gaan groeien. Zodat ik in ieder geval een iron golem kan krijgen. Ja, dan kan ik wel weten hoe het gaat doen. Ik ga slabs maken in plaats van trappen. Trappen kost nou niet. Even kijken, we hebben een pumpkin. Nee, we hebben geen pumpkin. Hebben we nog bones? Nee, ook niet. Verdorie. Ik neem even wortels. Zo. Ja, dat is mooi balen. Dus dan moeten we daarop wachten. Wel, wat kunnen we in die tijd gaan doen? Wel, ik ga wel even een beetje rondneuzen. Ik ga even met de torches bezig, denk ik. Ah, sandstone slabs. En de sandstone. Want dan gaan we ieder huis dus even een mooie beveiliging geven met de torches. Met licht. Zo. Zo. Nou, de bijna 2,5, een bijna 1,5 stack aan... Hoe nou, aan slabs heb ik hier bij me. Dat is nice. Dus nu ga ik kijken. Gaat wel enorm veel torches vreten dit, maar nou ja, moet maar dan. Kan niet anders. Zullen ze hier spawnen? Nou, voor de zekerheid plaats ik een torch. Heb je misschien een pick al wel voor mij? Moet je gewoon even craften, op dit moment heb ik er niet zo'n 1, 2, 3, 1, nee. Oké. Okay. Wat ik gewoon bang voor ben, is dat mijn villagers worden opgegeten door mobs. Daar ben ik ten zeerste bang voor. Zo. Ik weet niet hoe lang deze episodes allemaal zijn dat wij hier aan werken, maar ja. Soms maak ik die episodes meestal wat langer, want wel, dan komt dat gewoon wat beter uit. Jawel. Zo, we gaan uiteindelijk wel werken met eventueel glowstone palen, maar ja. Maar je was nog niet bij Project...
Nether? Nee, dus daar ben ik nog niet mee begonnen, nee. Ik heb het opzet niet gedaan. Want ik eerst dit wou doen. Lekker ruilen en zo. Nou, pakken we er een pickaxe bij. Al die torches, wauw. Maar weet je wat, jongens, wij gaan het hier belaten, denk ik. Ik ga even alle lighting even off-camera doen. En dan gaan we in de volgende episode, denk ik, iets met een Iron Golem doen. En dan gaan we de laatste finishing touches doen. En dan gaan wij, denk ik, weer terug naar huis. Of niet, Joran? Nou, ik heb jouw huis nog nooit gezien, dus ik Vind het wacht wel af. leuk. Oké. Okay. Nou goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Hoe meer likes, hoe sneller de volgende ronde van Minecraft online komt. Die helpt ons er echt enorm mee. En wil je nog wat zeggen, Joran? Zoals de meerdere keren, ik weet daar ook niet meer veel te zeggen. Oké, wel, volg ons even. Of nou, volg mij even op Twitter. Ik weet niet of je Twitter hebt. Ja, ik heb Twitter. Oké, nou, volg hem ook even op Twitter, Toasty Games of zo. Ja, nou, je moet niet verwachten dat ik veel post, want ik post bijna nooit wat, dus. Oké, nou, in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Dan spreken wij jullie later. Dus ja, later, mensen.